Ja, dat klopt. In deze gangen komen we eigenlijk stiekem wel bekend voor in de tijd dat ik zelf leraar was. Dus het was wel eens een keer leuk om zelf weer eens eventjes de klaslokaal binnen te gaan. Nummer 55. Klaslokaal nummer 55. Het muzieklokaal. En daar is Sino bezig. En Sino, die kennen wij misschien wel van het programma Talent & Co. van L1. Dag Sino. Hallo. Sino, je was aan het repeteren, hè? Ja. Al voor Talent & Co. Wat was je aan het spelen? Dat was Michael Jackson, Bad, een cover. En die gebruik ik meestal om even op te warmen. Dus het was wel nog even opwarmen. Een goede opwarming. Een goede opwarming is nodig, ja. Voordat je de vingers goed los hebt. Dus, ja. Mensen kunnen jou kennen van Talent & Co. Vanavond wordt het weer uitgezonden. Ja. Wat leer jij daar? Je leert er eigenlijk, of je kreeg lessen van een coach. Ik had Mo Jones. En hij gaf mij tips, omdat ik dan op het pianogebied ben gespecialiseerd. Van de techniek moet beter bij mij, dynamiek. Dus echt de dingen waar ik op moet letten bij het muziekspel. Okay. Maar bij de andere talenten, bijvoorbeeld bij Tijn, onze DJ, dat zal wel met zijn muziek te maken hebben. Met dingen waarvan ik niks van af weet. Maar zo krijgt iedereen dan dingen meegegeven wat hij moet verbeteren of iets dergelijks. We kennen jou niet alleen van Talent & Co, maar de kinderen hier op school, de leerlingen, die kennen jou als vertegenwoordiger van de voedselbank voor deze school. Ja. Dat is een zware taak die op jouw schouders rust. Ja, zwaar zou ik niet zeggen. Het is wel op zich leuk om te doen, want je weet toch dat je het voor een goede doel doet. En het is vanuit Talent & Co gekomen van willen jullie de voedselbank vertegenwoordigen. En dan hier op school ook. Dus, Je moet iedereen aansporen om lang houdbare producten aan jou te geven, zeg maar. En die komen dan vervolgens in die doosjes terecht die hier op de vleugel staan. Ja. Eén doosje is al gevuld, hartstikke goed. Ja, die mag ik aan jullie overdragen. Nou, dankjewel. Die neem ik straks graag mee in de auto. Ja. En ik hoop dat er nog heel veel volgen. Ja, dat hoop ik ook. Zodat zoveel mogelijk mensen een product meenemen. Al is het één product, één blikje met worstjes Unox of zo, weet ik niet. Het is gewoon nodig. Hoe ga jij de leerlingen aansporen? Via social media of pamfletten? Ik denk gewoon met foto's doen en dan schrijf ik erbij waar ze het en wanneer ze het kunnen inleveren. Sino, Grootsjes College, hij heeft talent, Talent & Co. Daar kunnen we vanavond naar kijken. En de kinderen van Grootsjes College bij hem alle spullen inleveren.